Ja, nu dat ik toch bezig ben, ga ik snel deze ook erop zetten. Dus die heeft ook al, het is een premium. Dus die heeft daar twee laders. Bij die vorige had je hier een roosterke, maar hier geen roosterke. Was al dicht. Hier zie je ook dat er een roosterke aan deze kant hangt. Dus dat maakt dat dit een premium is. En dan hangen hier van die metalen gewichtjes dat een beetje meer wegen. En er zit handvatverwarming op en zo. Maar dan, dat gaat het verschil niet maken. Die ene lader gaat verschil maken. En volgens boekje is het 226 in plaats van 220 kilo. Want ik zie veel dat deze. Maar ik heb ook nog hier dat metaal bagagerek. Dat eigenlijk, normaal zitten er hier op die andere einde gezien waarschijnlijk die zilveren handgrepen. Ik heb hier een quadlock lader. En ik heb andere spiegels, maar dat zal denk ik niet zwaarder of lichter zijn dan de standaard spiegels. Maar dat is het voornaamste dat veranderd is. Hè. Ja. Ah ja, nee, tuurlijk. En de laadtank, hè. De extra lader, dat zal ook wel redelijk wat wegen. Misschien moet ik ook een schatting maken. Ik schat 240, we zullen zien. Hè. Op de achterkant weeg ik 115,8. En op de voorkant, ja, die laadtank. Ik kies niet waar die installeert. Die installeert er maar voor op de motor. Dus dat zal het gewicht wel een klein beetje naar voren leggen ook. Hè. En dan van voor weeg ik. Allee. Als ik dan nog veel ga doen, moet ik misschien wel een keer voor een andere oplossing zoeken. Kijken. 125,2. Is dat zichtbaar? Ja, het is uitgegaan. Maar geloof me, het was 125. Wat was het aan de andere kant? 115 zeker? Denk het, hè. Dus zet ik er bonk op met mijn... Allee, bonk. Ik zit dus vrij dicht bij de werkelijkheid met mijn schatting. Het is 240 kilo en nog iets. Ik ga in de video's ga een tabelletje maken ook. Dus ik heb al het gewicht van de premium met het lader. Het gewicht van de standaard. Het gewicht van de juist. Het volgende dat ik ga wegen is natuurlijk... De volgende dat ik ga wegen is natuurlijk de energica.